Oh, I was killed. Wow. 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 Uh-oh. 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 Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. No 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 no. Ik heb een pijltje in zijn nek geschoten. Twee pijltjes. Hij is vast. Schiet hem. Kom hier jij quarantaine rakker. Hier kom jij. Ja, ik bel hem toch. Oh, wat ga je? Ik moet je. Stop. Kom hier. Nee. Kom hier. Ga weg. Dit nooit! Oh, ik zit... Ja, zoek me maar, vind me maar. Waar ben ik nou, hè? Ja, waar ben ik nou? Je zit erin of niet? Ik zit in kont. Je zit je... Nee, ik zit ik kan in niet meer kont. Opzitten. Nee, je hebt hem kapot gemaakt. Ja. Oh, jee, oh, je kan er serieus niet meer opzetten. Kom hier. Zo langzaam. Wauw. Ik kan me nog herinneren dat ik zei van... Ik ga hier nooit meer opzetten. Hij blijft hier staan voor de rest van mijn leven. Hey, we gaan er lekker opzetten vandaag. Jazeker, man. Het is even lekker nodig. Hier. Kijk, weet je... Wat heb ik nou gekregen? De kappers zijn dicht, dus je moet even een haircut. Ja, maar ik wil wel blonde haren. Ja, maar ik heb geen blonde coloring. Ja, je hebt toch een blonde schaar? Nee, het is niet meer werkt. Ik heb voor mij een staartje. Nee, maar dat moet ik aangroeien. Waarom knipt hij niet? Knip. Ja, je steekt een schaar in mijn nek. Ja, maar dat was de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. This is it. You're getting a great haircut. Oh, nou jij mijn kapsel kiezen. Nou lijkt een maffia baas. Knip mij ook even. Maar niet de kut, want ik heb echt een vervelende haarlijn. Dus niet te kort. Oh, dan zullen we even kijken. Doe maar een klein stukje eraf. Ja, een klein stukje. Knip. Oh, wacht, ik deed het verkeerd. Oh, wauw. Ja? Wauw, ja. Oh, wauw. Dus, ik wil er gewoon helemaal niks afdoen bij jou. Oh, nou ben Nee, niet te kort, dat zei ik nou. Waarom is alles eraf? Ik klikte op een kapsel, nou is alles eraf. Ja, hij moet een goeie. Oh, dat meen je? Oh, dat is stom. Ja. Ik had echt een vet kapsel. Is dit mijn look? Of... Nee. Ik voel hem wel hoor, dit is wel een beetje de kale mannen look. Gewoon flinke baard om mijn kont, ken. Ja, maar je had super lange haren. Dat was echt, als je die haren nog blond doet verven, dan was je echt sexy. Dan was ik die Fabio, of vond je die van Big Time Rush? Ja. Ja, je hebt die romantic gekozen, of niet? Ja. Nice, die heb ik altijd. Oké, zullen we even een Mozes let's go. Ja, we gaan even dikke Mozes themen om moeders te gaan slayen. Dat is het plan nu. Dus we gaan even een high-level Mozes vinden. Eigenlijk moeten we er meerdere hebben. Ik denk dan uiteindelijk ook naar Tech 2 werken, zodat we een tech stellen voor de Mozes. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat één Mozes op zich wel goed is, want Mozes zijn niet te doen. Dat moet eerst even lukken, ja. Ga om, hey. Hoe werkt deze koe? Oh jee. Yeah. De vrachtschip. Je hebt je tankje nog niet om. Oh man, joh, ik ben gemaakt van straal. Ik ga je tank. Je zuurstoftank. Ja, kom maar aan. Waar moet ik heen? Dit ding is ook moeilijk sloom. Ja. Zo. Ja. Ja, ik kan ook alleen first person kijken. Wow. Ja, we moeten gewoon zo die Mozes zitten diep Mozes. Inderdaad. Als je hier links gaat, waar die haaien zaten. Ja, maar ik kan me herinneren dat ik in de vorige aflevering een Mozes had gezien. Ja, maar wel meerdere, maar die zitten volgens mij hier links. Oh ja, oh, dat is te ver naar links. Oh mijn god, dat ding is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk sloom. Ja, je zoek maar. Ik kom er al achteraan drijven. Nou, je zit al die stink aan. Oh ja, Moza. Twee Moza. Twee Mozas. Ja, kom hier. Maar dat is niet de bedoeling. Komt u maar. Ja, pas wel. Ja, iets naar rechts, iets naar links. Piep. Achteruit. Zo, maar dan mijn stenen kapot. Ik zie hem. Twee. Ja, tank hem helemaal naar de bodem, je Mega Man. Ja, oh, maar hoe moeten we er twee aan? Ja, tank hem naar de bodem. Probeer het. Oh ja, moeten we niet even een haai halen of zo? Moeten we niet even één Mozes aan de kant even doen, zo? Laten we eerst de levels checken. Ja, doen we. En dan moet er best dichtbij komen, hè? Ja, hij is al... Maar als hij gaat attacken, dan... Ik kan niet echt per se wegzwemmen. Nee, maar wij moeten ook tanken. Eentje nog 15 houden. Nog 15, dat is een beetje laag. Kill hem. Ja, ze zijn nu apart. Dat ze nu kunnen slayen. Kill hem, kill hem. Natuurlijk. Oh nee, de andere kant eraan, Irak! Deze ook. Oké, ze pakken me allebei. Die low level heeft 4k HP. Wat is die andere? 150! Oh, die is 12k HP. Oh, 150? Okay. Ja, nice. Precies wat we nodig hebben. Dikke koe doet 5 damage. Ah, ze zien er alleen identiek uit. Wacht, doen die letterlijk 5 damage op deze schildpad? Ja, dit is een tank, jongen. Wow, is hij zo tanky? Nee, ik denk op de bovenkant. Oh, wat? Nee, je moet gehit door iets anders houden. Nou, ik wou zeggen. Maar één Mozes zit vast. Volgens mij is dat een high level. Ja, dat is de high level. Ja, maar die kan er wel uit, hoor. Oh, hij wordt wild. Wow! Wow! Uh-oh. Oh no, oh no, oh no. No, 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 no. Ik heb een pijltje in zijn nek geschoten. Twee pijltjes. Hij zit vast. Schiet hem.
Oh, hij wordt wild. Je wordt door heel veel dingen wordt je aangevallen. Echt? Oh, merk het niet eens, joh. Hier zit te tanken, jongen. Maar die dikke koe eet. Sla ze. Misschien was een haai toch wel handig om te hebben. Ik ga een haai halen. Jamie, don't die. Ja, maar ik kan niks hitten. Dat is het probleem. Draai een rondje en bijt. Ja, rondje draaien met dat ding. Bubble beamen. Oh mijn god, dat ding is echt waardeloos. Ja, kan niks zetten. Zo'n één bonk ellende. En weet je wat, ik zet mijn tag zwaard en ik vind het goed geweest. Het is afgeloepen. Ja, kom maar op met je alen. Hier, steek, eet zwaard. Eet messen zwaard. Ik heb 150 aal. Oude tag zwaard, gewoon the way to go, man. Alles stabben. Ja. Als die een keer raakt wel, ja. Ja, dat is ook weer een ding. Oké, ik weet niet of je hier bent. Ik zie wel een moza. Hoppa, die haai. Oh, die haai. Oh, zwem maar weg. Zit slee, gek. Hoppa. Oh, die is 145. Zonde. Oh. Oké, kom maar aan met mijn koe. Oké, ik ga kijken of ik hem even naar de bodem kan lokken. Het voordeel is ik zie hem hier hangen. Dingen... Hij hangt. Hij hangt ze zijn niet gemaakt op deze hoeken en deze rotsen, zo te zien. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn schildpad er recht tegenaan zetten. Oh, no. Ja, moet je wel opschieten, want... Oké, hij wordt wild. Ja, schiet ja, hem! Hij... Schiet hem! Ja, als het. Ja, schiet hem! Oh, een Minecraft Swarm, serieus? Daar heb ik al 5 uur voor gezocht. Okay, man. Nou worden ze wild. Okay, oh, ik heb ook een Minecraft Swarm. Hé, maar beter eet de schildpad ze gewoon op. Ja, dat doet 64 damage maar op de Mega Man. Easy. Ouwe, deze is echt 150, ja. Oké, volg mij, schildpad. Oeh! Hoeveel torpen heeft hij? Oh, hij heeft echt 30.000 torpen, die man, hè? 30.000! Ja, fijn, hè? Een anglerfish. Oh, nee. Oké, ik ga op het schildpad. De andere moos is er! Oh ja, inderdaad. Ik weet niet welke de goede is en welke de slechte. Wacht, ik slee die andere even, die slechte. Zwaard! Dan achter mij aan. Slee maar. Ik zit te sleeën. Ze doen wel damage op jou, hè? Ja, I know, maar ik zit gewoon met mijn tech zwaard te sleeën. Ik ga er gewoon letterlijk achteraan zwemmen. Schoemio. Monster Hunter. Oh mijn god, het ding is niet te raken op afstand. Oh, wacht. Het ding doet wel damage op mij. Best wel flink. Soms bijten die vissen en dan hebben ze gewoon zoiets van, nou, weet je wat, ik stop met bijten. Ja, ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon stoppen met bijten. Dat is weg. Stink, Moza! Ja, kom maar aan, vlucht. Oh, damn, die damage. Ja, die doet best veel damage. Maar ik doe ook best veel damage, dus dat scheelt. Ik kan zo'n HP scannen trouwens. Hij heeft 1500 nog. Oh, hij is zo dood, joh. Ja. Oh, ja, beam! Nice. Hoppa! Oké, ik ben wel oprecht bijna dood. Die kop van de schildpad. Die heeft echt zo'n balzak onder zijn hoofd hangen. Dat is zo leuk. What the fuck, wie heeft dat bedacht? Ja, kom eraan. Ja. Kom eraan. Kom, schiet even op, hè. Kom op. Ja, je duurt er zo lang. Godverdomme. Ik weet niet of je dat wist, maar deze schelp hier aan de wand, dat zijn silica pearls. Oh, er zitten pearls in. Hij zit in de bubbel. Is dat een grap? In de bubbel. Nee, hij zit niet vast. Nou, alles was het vast. Ik ben er bijna. Ja, ik pomp er vol met torpen nu, hoor. Ik ga gewoon spammen. Goed zo. Ja, als je hem er tegenaan kan pakken. Ja, I don't know trouwens. Laat hem maar even zo. Ja, ik probeer. Schildpad past niet tussen de gleufjes heen. Ah, er zit nog zo'n dikke andere haai. Waarom? Ja, maar ik moet sleeën. De unit is bijna dood. Oh, zit hij nou legit vast? Ja, maar probeer die bubbel niet kapot te maken. Misschien is dat hetgeen om te doen. Ik ben echt aan het sleeën, man. Oh, die torpen gaat best hard. Ja, hij zit legit vast in de bubbel. Ja, ik ben er heel blij om, weet je dat? Ja, ik ook. Very happy. Wauw. Heerlijk. 6k. Ja, dubbel ascent crossbow gaat er wel lekker, hoor. We doen ongeveer 200, wat? 250. Oh, man. No. Oh, kut is. Daar gaat hij vluchten. Oh ja, daar zit ik dan met die schildpad mee. Ik vind Moses wel echt een van de sickste dino's. Ja, dat sowieso. Dat was een van de weinige goede toevoegingen. Die Plesio is wel op zich ook al vet. Plesio is wel sick, ja. Die zit er al heel lang in, hè. Ja, klopt. En Moses toch ook, gewoon vanaf het begin. Nee, Moses kwam echt een stuk later. Echt? Volgens mij heb ik die gewoon nog in de survival wereld gehad, in de eerste deel. Ja, nee, dat wel, maar ze waren er niet vanaf het begin. Nee, oké. Nee! Oh, man. Maar misschien is het wel gewoon echt... Oh, nee, dat is er nog een Moza, of niet? Ja, ik dacht al, wat is dat een grote aal of zo wat ik dus zie, maar dat is nog toch? Een Moza. Ja. Ja, dat is nog een Moza. Ah, komt hij deze kant uit? Nee. Nee. Waarom zit hier zoveel Moza's? En de high pak damage, kijk. En dat Mega Man onder op de bodem aan chillen is for some reason. Oké, ik ga even achter Mega Man zwemmen. Oké. Mega Man, ga jij maar even omhoog. Alleen, volgens mij verliest het ding gewoon op een gegeven moment interesse in zijn prooi. Ja, vooral als hij met zo'n balzakken alleen maar een beetje staat te staan. Oh, die damage. Wow, die doet echt heel veel damage. Mega Man. Dit is wel echt een gevecht, hoor.
Oh, doe 300 damage omhoog. Oh, die hide. Oh, dat is echt heel pijnlijk op die hide. Maar we zijn op de helft met de torpen. Zo, die blijft vol doorbijten, joh. Ja, hij is een chomper. Hij is een chomper. Hij is een chomper. Stop met chomper. Stop met chomper. Oh, zit hij er vast? Echt een hele ongemakkelijke positie zit hij. Nou. Oh, ga laag. Dat kan hier niet doorheen. Inderdaad. Gelach. Beuken. Oké. Okay. Heel nice. Heel nice. 15k torpen, by the way. Hoppa. Moza. Vang hem vast. Ja, meer niet. Kunnen we gewoon knuppels gaan slaan. Ik ga wel een het knuppels doen. Doe eens. Ik ben best wel benieuwd. Misschien werkt het echt super goed. Ik ga checken. Want je slaat iemand in één keer knock-out aan met zo'n ascendant knuppel. Oh, nee, ik heb hem in de kluis zitten. Ah, kak. Kijk ben je joh. Gewoon... Oh nee, ik word aangevallen door iets. De microbe swarm. Oh nee, schildpad, eet ze op. Ja, serieus, nu komen ze. Nee. No. Ah, hij is er vast. Nog ja, wel. Maar, ja, ik had got nog. This, man. Ja, maar hij is zo close, man. Nee. Nou, als we ieder nog iets van 10 erin kunnen poppen nu, dan hebben we hem denk ik. Gewoon erachteraan. Ja, zwem voor de leef. Oh nee, hij wordt echt wild. Oh, ik mis. Oh nee, ik ook. Oh, hij is nee. Zo snel. Oh ja, ik laat mijn haai gewoon achter. Die haai boeit me nou niks meer. Zo deze hebben we nog binnen. Ja, hoe moet ik dit ooit bijhouden, man? Flippers al aan en gaan. Ja, die heb ik gone. Oh ja, ik heb oxygen geleveld. Ja, maar waarom ga je sneller van oxygen? Ja, joh, dikke long, jongen. Oké, hier. Ja, hij wordt wild. Ik hit weer. Ja. Ah, Engler! Ah, stink Anglers. Eet vlees. Ik kan nog geen vlees eten onder water. Yeah, bijna. Mop! Mop, schiet! Pas op met te vaak schieten. Wacht. Geen hit. Ja, ijsnokje. We moeten snelle moves maken, I guess. Volgens mij gaan deze best wel hard. Ja. Ik gooi er even rap prime in. Oké, ga jij de dino's halen op follow? Ja, ik ga ze halen. Als jij even mutten en zo haalt. Ja, ik zou niet recht omhoog en dan kijk ik wel waar het is. Ging nog prima. Pit beter dan verwacht in ieder geval. Veel beter dan verwacht. Ja, reten diep, man. Zo, daar hebben we even geluk mee gehad, hoor. Ja, zo. Daar ben ik wel even blij mee. Hij had ons easy kunnen slayen. Ik heb 100 pijlen geschoten, hè? Onderhand. Ik ook zoiets. Nou, in combinatie met bond en trankdart, ja, echt sick. Oh, hij is zo dicht bij de basis knockout. Echt? Alleen heel diep. Oh, no. Ja. Ouwe, die schildpad gaat gewoon niet omhoog. Hoe gaat hij omhoog? Hij zit echt in rondjes omhoog te zwemmen. Oh, man. Hey, werken autoturrets onder water? Volgens mij is het wel vaak gebruikt bij onderwaterbases. Oh, man. Ja, ik bedoel, als je dadelijk gewoon een hele turret zet op die schildpad zet. Ja, joh. En dan even naar de moeder gaat. Ja, nee, maar daar zat ik ook over na te denken. Als we die kunnen gebruiken bij de moeder, hell yeah. Ja. Het probleem is alleen hem daar krijgen. Ja, inderdaad. Ik heb de mutten en nog wat narcotics voor de zekerheid. Ja, ik ben op een... nog lang niet. Ik hoop niet dat we het aangevallen door aal of zo. Ja, dat zou kunnen, man. Maar ik denk niet dat... Nee, volgens mij valt niks als de Mosasaurus aan. Ik ben bijna klaar hier. Hey, ik zie je. Zet hem nou maar neer, dat is prima. Ja, ik parkeer hem ook meteen netjes in. Ik wil een keer met dat ding op een land, man. Ik denk dat dat best wel grappig is. Ja, dat kan dus. Ja, ik ga het gewoon meenemen naar de Lunabai. Teleport naar de snow. Naar de vulkaan. Of als Joost een keer online komt, gewoon even teleporten naar hem. Ja, nee, die staat ook met Animal Crossing. Oké, hij staat. Eindelijk. Nou blijf je. Oh, dat is echt letterlijk onder ons. Yep. Oh nee, ik zit... Oh, indeed. Ik zet de haai even hier neer. Zo, hij is al bijna klaar, joh. Oh, ik heb gekakt. 67%. Grap even je poepje op. Wat is mijn poep? Ja, poep drijft naar het oppervlak toe, dat weet ik. Ja, dat heb... Wat? We gaan een floater. Dus dat is zo'n moment van, ja... Nou, ja. Hey, we kunnen wel de kijkers blijven entertainen, maar... Hey, wat? Stik me gewoon in je huik. Aan de andere kant kunnen we ook gewoon even niks doen. Ja, 85%, hoppa. Kijk, we vullen de leegte. Hoppa, lekker vreten. Ja, oh, ik zie al die dingen kruipen op de bodem. Ik wil ze gewoon slaan, maar ik weet dat dan elke mogelijke dino al me afkomt. Ja, dat doen we niet, hè. Nou, ik ga ze slaan. Ik ga ze ook slaan. Ja, weet je wat? Ik ga wel even wat silicon pearls... Oeh, 91%! 91! Kom erbij voor de laatste twee hampies. Snel, één pearl! Geef me pearl! Ik kreeg rauw fish meat. Kak! Ja, dat weet ik niet. Stellen dat je altijd wat krijgt. Dat ding eet al snel, trouwens. Ja, hij is een grote maag, hè. Grote bek, zeker weten. Kus jij je moeder met die mond? Ja, braaf. Hè, Moes, hè, Saurios? Yay! Yes! Yeah. Moes, man. Yeah, level 2, 24, boy. Hoppa, dat is sick. Perfect team Moes, man. Wow! Yeah! Oh, what the frick? Dan moet ik gaan lopen. Oh. Ik heb nog een haai. Ja, nu ben je snel. Nu ben je eindelijk snelle rakker. Ja, maar dat is wel heel ongemakkelijk hoe dit ding vaart. Ja, hij heeft wel een grote vrachtwagenhoek, maar... Oh, jezus, man. Maar dat ding gaat wel echt snel. Damage!
Jezus, man. Ah. Finally got a mouse, man. Perfect time. Yeah. Hell yeah. Nou, ik moet er nu nog 5 hebben. Ja, maar eigenlijk ga ik er nou niet meer doen. Nee. Nee, op zich wil ik wel even wat turrets hebben die alle wild dino's neerschieten. Ja, kijk, als dat ding is dat die onder water gewoon werken, dan ga ik... Kom maar op. Brrrt. Even de dikke unit inparkeren. Waboe. Ga omhoog. Kak. Plek. Oh nee. Pas er bijna tussen. Kan wel. Het kan wel, het kan oprecht. Het past niet. Oh ja, er zit letterlijk een aal ons Mega Man aan te vallen. Ja, ik zag het. Ja, ik heb hem ingeparkeerd. Nou, ik heb Moza Man. Jezus man, heel dat ding zat ook onder stroom. Ik zie gewoon, waar is die stinkaal? Is die nou dood? Nee, daar is hij. Je kan ze ook gewoon tamen, hè? Is dat? Ja, maar ik weet niet hoe. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik wil ze gewoon niet hebben. Nee, echt. Dat stinkt me op, mijn alen. Goed, we hebben eindelijk een dikke Moza Man getamed. Het ging even veel makkelijker dan verwacht. Gelukkig maar, ja. Trouwens. Holy shit. Goed, ja. En Rudy's aflevering gaan we dus waarschijnlijk de moeder verslaan. Nou, dat denk ik niet. Niet? Nee, we moeten eerst even tech cells fixen en element en alles. Joh. Oh, mee. Ik denk, we slayen die moeder gewoon. Ja, daarna. Daarna gaan we de dikke moeder slayen. We gaan even het 12-stappenplan bekijken. Volgende, ja, wij gaan tech saddles fixen en element. Wat gaan we op jouw aflevering zien? Ja, tech saddle en element. En extra moza's eventueel. Dus wij worden gewoon nog veel meer pro. Ugh. Dan de moeder, yeah. Oké, nice. Oké, goed. Dan zie je dus op Rudy's kanaal. Dus vergeet ook niet te abonneren op Rudy en op mij. En mijn Instagram link zit ook nog in de beschrijving. Ik zie jullie lekker weer bij alle volgende afleveringen van Minecraft. Redstone Minecraft 1.15 op mijn ark en... Animal Crossing.